welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over skincare in plaats over make-up. Een keer iets anders, want ik heb echt een fantastisch masker gekregen. LED lichttherapie gezichtsmasker. En het is een gezichtsmasker, maar ik vind het ook een beetje een extra tool, want het verlicht ook. En het is een gezichtsmasker, maar het is niet zomaar een masker. Het is een LED lichttherapie masker, dus iets heel unieks. Ik heb dit masker echt al lang gezien online. Ik heb heel veel mensen hem zien gebruiken. Iedereen raves er ook over. Iedereen vindt hem geweldig. Hij kost wel wat. Maar echt iedereen zegt dat ze echt verschil zien in hun huid. Minder rimpels, egaler, etc. Ik heb ook toevallig laatst een video gezien van Huda Beauty. Die ze laatst heeft geplaatst. Waarin ze dus ook dit masker gebruikt. Dus echt iedereen vindt hem helemaal geweldig. En ik dacht, ja, laten we hem gaan proberen hier op YouTube samen met jullie. En dan kunnen we gewoon kijken wat we ervan vinden. Dit wordt de eerste keer dat ik hem gebruik. En ik ga jullie ook een maand up-to-date houden. En ik heb ook wat andere spulletjes ontvangen. En we gaan gewoon vandaag kijken wat we van deze producten vinden. En of ze echt het geld waard zijn. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, jongens, let's do this. Ik ben echt zo enthousiast, want dit is echt helemaal iets nieuws voor mij. Oké, dit is hem dan. Dit is de box. Dit is de Current Body LED Light Therapy Mask. En dit is dan hoe het eruit ziet. Hoe de inhoud van de box eruit ziet. Je hebt dus gewoon het masker die hierin zit. En dit is dan het masker, jongens. Oh my gosh. Dit ziet er zo apart uit. Dit lijkt een beetje op dat ene masker van die ene horrorfilm. Ik weet even niet meer hoe die heet, maar hij staat hier in beeld. Daar doet mij dit een beetje aan denken. In ieder geval, ik heb dus gewoon het masker ontvangen. Kijk even al deze lichtjes hier op de achterkant. Deze heb ik ontvangen. Ik heb ook wat handige sheet masks voor erbij gekregen. Ik heb ook deze anti-wrinkle oogmasker ontvangen. En that's it. Hij kost wel wat. Oh my gosh. Hij kost €329. Maar hij schijnt echt totaal waard te zijn. En je hebt er ook eentje voor je gezicht en je hals. En eventjes kijken online. Echt, het heeft echt de beste reviews ever. 4,5 ster. En maar liefst 832 reviews op hun website alleen al. Dus dat is echt heel knap. Oké, laten we even kijken wat de claims zijn van dit masker. En wat het zou moeten doen, et cetera. Je kunt hem gewoon als een masker gebruiken. Gewoon door de dag heen. Voordat je gaat slapen of voordat je je make-up aanbrengt. Klinisch bewezen dat je 35% minder rimpels hebt binnen 4 weken al. 95% van de mensen gaf aan dat de tint, textuur, stevigheid en strakheid van de huid was verbeterd. Combineert anti-verouderingsrode en bijna infrarode lichttherapie. Gepatenteerde flexibele siliconen zorgen ervoor dat het licht doordringt in elk deel van het gezicht. Geliefd bij een heleboel bekende celebrities. Het masker is ook bekroond met verschillende prijzen. Nou, dit zijn allemaal echt geweldige claims, jongens. Het lijkt echt een fantastisch product. Naarmate je ouder wordt, verlies je huid 20-80% van de dikheid. En dit masker kan daar dus bij helpen. Dus het moet je weer jonger eruit laten zien. Je huid strakker maken. Minder rimpels, et cetera. Dus het is een beetje een anti-aging masker, als ik zo zie. En het is gewoon makkelijk to go, want het heeft gewoon zo'n batterij. Dus je hoeft het niet te doen in een stopcontact of zo. Je moet hem wel eerst opladen, dat heb ik al gedaan. En dan is hij gewoon lekker makkelijk to go. Ik had gezien dat Huda Beauty hem in het vliegtuig gebruikt. En echt mensen, de reviews zijn echt fantastisch. Mensen hebben ook allemaal foto's geplaatst. Gewoon echt klanten, gewoon die hem echt hebben gebruikt. Kijk even deze before and after. Stop it. Oh my gosh. Ik ben echt in shock. Er staat online Dynam 3 dat je 5 keer per week kunt gebruiken. Je kunt hem ook elke dag gebruiken. Je kunt gewoon doen wat je wilt. Ik ga hem 4 weken lang echt elke dag gebruiken. En dan hou ik jullie op de hoogte beneden in de... Niet in de reacties, in de beschrijving. Ik wilde zeggen reacties. En je hoeft hem slechts 10 minuten op te doen. Dat is echt niks. Dus je bent echt zo klaar. En ik zal hier ook eventjes wat informatie plaatsen over de lichten. Daar heb ik verder geen verstand van. Maar mochten jullie dat willen weten. Hier is de info over de lichtjes in het masker. Oké, dat is wat informatie over het masker. Ik heb ook dus deze mask. Je kunt die gewoon als normale mask opdoen. Of dus onder dit masker. En als je ze onder dit masker aanbrengt. Dan werkt dit masker ook weer nog beter. Dus ja, het complimenteert elkaar en het versterkt elkaar. Dus dit is een ideale combinatie. En die ga ik dus vandaag ook doen. Want ik heb er echt een heleboel. Dus laten we ze dan ook gewoon echt gebruiken. En dan als je het masker op hebt gedaan. En je bent klaar. Kun je gewoon ingaan met gewoon je normale skincare. Ik zou wel opletten met retinol producten daarna. Want dat kan eventueel je huid een beetje irriteren. Als je dit masker hebt gebruikt. En je moet er ook echt voor zorgen dat je SPF opdoet na dit masker. Want red light maakt je gezicht ook wat gevoeliger voor de zon. Dus breng een SPF aan. Want ja, het zou zonde zijn als je allemaal dit masker
gebruikt om je huid weer beter te maken. En het vervolgens gewoon weer beschadigt door te veel in de zon te lopen zonder SPF, etc. Oké, genoeg gepraat. Laten we gewoon beginnen. Ik doe even mijn haar aan de kant. Dit wordt de eerste video waarin ik begin zonder make-up en ook eindig zonder make-up. Ik ga dus eerst eventjes dit masker opdoen. Hier achterop staat precies hoe je het moet gebruiken met of zonder ledmasker. Je moet dus obviously een heel schoon gezicht hebben. Ik heb mijn gezicht lekker gewassen. Er zit helemaal niks op. Dus ik ben klaar voor dit masker. Het is een masker die zeg maar in twee delen is verdeeld. Ik ga beginnen met de bovenkant. Wow, dit voelt zo apart aan. En dan nu de onderkant. Dan kan ik niet echt meer goed praten, denk ik. Past echt perfect. Ik ben echt in shock. Het gaat ook echt perfect om mijn mond heen. Oké, en dan is het tijd voor het ledmasker. Je hebt dus ook zo'n zwart band. En daar moet je hem achter zo mee vastmaken. Dus je doet dit zo achter jouw oren. Zo deze lus. En dan maak je het zo achter bij je hoofd vast met die zwarte band, zeg maar. Oké, wacht. Ik denk dat ik even mijn haren iets beter vast doe. Oké, jongens. Het zit helemaal vast, zoals je kunt zien. Het zit ook gewoon goed vast, dus dat is top. En dan kan die aan. Gewoon hier op het knopje drukken. Ah! Kijk even hoe rood die wordt. Ik ga stuk. En als je de lichten eventueel te fel vindt, heb je ook zo'n brilletje die je erbij krijgt. En je kunt dan deze op je ogen doen als je dat fijn vindt, zeg maar. 10 minutes later. We zijn 10 minuten verder en hij is uit. Hij gaat ook gewoon vanzelf na 10 minuten uit. Dat is fijn, dan hoef je de tijd niet bij te houden. Dus laten we nou... laten we hem nou eraf halen. En dan niet je gezicht wassen, maar gewoon wat er nog een beetje zo op je gezicht zit, een beetje insmeren. En that's it, jongens. Dan ben je eigenlijk gewoon klaar. Zo makkelijk, zo gedaan. Zie ik al verschil? Nee, obviously zie je nog geen verschil na één keer. Maar er staat online dat je al binnen 4 weken verschil kunt zien als je hem 3 tot 5 keer gebruikt. Ik ga hem gewoon elke dag gebruiken. Nou, dit ging op zich echt goed. I liked it. Het was ook niet vervelend of zo. Het zit gewoon fijn. Als je nog meer info wilt of zien wat andere mensen ervan vinden, dan kun je dus meer informatie vinden op hun website. Alles staat ook beneden in de beschrijving. Oh, er is nog iets. Ik heb ook van hun ontvangen deze Green Tea Serum. Dus die ga ik ook nou eventjes opdoen. Even mijn haren aan de kant. Ik was die helemaal vergeten, joh gek. Dit is hoe die eruit ziet. Zo bruinig. Er staat op de verpakking dat dit je huid weer kalmeert en ook weer hydrateert en verzorgt. Nou, dat is wat we allemaal willen. Het ruikt ook echt naar thee. En dit breng ik dan aan over mijn hele gezicht. Je hoeft niet per se dit te hebben. Je kunt gewoon aanbrengen wat jij gewoon altijd normaal gebruikt. Maar zoals ik al zei, niks gebruiken met retinol. En de bel gaat allemaal. En vergeet je SPF niet. Nou mensen, dit was het dan voor vandaag. Het ging echt goed. Ik ga dit masker dus 1 maand lang gebruiken. En ik hou jullie op de hoogte. Beneden in de beschrijving wat ik ervan vind. En of ik echt verschil zie in mijn huid. Vooral voor de oudere huid is dit gewoon een ideaal masker. Ik zal alle info zetten beneden in de beschrijving. Een linkje daarnaar en alle informatie en alle reviews vooral. Want iedereen is er echt helemaal dol op. En mocht jij toevallig dit masker ook hebben, laat ons weten wat jij ervan vindt. Ben je net zo enthousiast? Ja of nee? Ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. En is het iets wat jij zou halen? Waar jij wat aan zou hebben? Ik ben heel benieuwd. Ik ben in ieder geval nou echt heel blij dat ik hem heb. Ik ben ook heel blij met de sheets en deze. Dus ja, alles gaat gewoon lekker worden gebruikt. Dus ja, ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Een beetje een ander soort video vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!